Hogeveen zaterdag verloor zaterdag van SVN 69, maar 0-1 ruststand uiteindelijk met 1-3. In een wedstrijd, Rudy Pol, waar je niet vrolijk van wordt. Nee, we begonnen behoorlijk matig. Ongeconcentreerd, slecht in de passing, zonder bal niks doen. Nou, bal zo bij de tegenstander in de voeten spelen. Nou, niet de duels winnen waar je een wedstrijd wilt winnen. Ja, nee, weet het ook niet, Gerrio. Hoe kan het? Want dan denk je, vorige week was het juist een hele geconcentreerde partij, 90 minuten lang. Ja, dus nou ja, vandaag dan zien we weer, dan mis je weer een paar spelers. Nou, je kan niet alles op blessures en op andere dingen afschuiven. Nou, we hebben een brede selectie. Ja, goed. Spelritme zo bouwen, dat zit er niet in. Ik bedoel, vastigheden in het team? Nee, die krijg je er zo niet in. Je moet elke keer weer schuimen. En dan moet je die daar neerzetten, dan moet je die daar neerzetten. Ja, dan wordt het een beetje een onsamenhangend geheel. Maar ja, waar je wilt winnen, zou je wel strijd moeten leveren. Ja. Natuurlijk zul je je spelers niet afvallen, dat moet je ook niet doen. Maar bij de backs, Swiers, Ten Kate, hadden absoluut een dag niet. We hebben het volledig uitgelopen. Ja, die hebben dus een betere wedstrijd gespeeld en ja, Rick was wat, vooral de tweede helft, toch behoorlijk ongelukkig in zijn passing. Dus die hielp de tegenstander eigenlijk wel een beetje in de wedstrijd. Deed de tegenstander dat ook slim, want elke keer moest Rick ook die passing verzorgen. Jawel, maar wij gingen in de laatste 25 minuten gingen we met vier spitsen spelen. Ja, en dan ga je het nog kort zoeken en dan voor mij, als je met vier spitsen gaat spelen, dan moet je die bal nog gewoon inpompen en dan moet je niet meer een balletje breedte spelen dan een balletje uithalen. Nee, dan zet die spitsen aan het werk en gokken dat hij goed valt en dat hij er net tussen gaat vallen, dat het middenveld die bal af kan pakken. Ja, nu ga je gewoon vijf keer speel je gewoon de tegenstander in de voeten. Ja, dat is het lekker makkelijk en simpel voor SVN. Toch dacht ik, in de 68e minuut, penalty van Guido Ter Kate, wordt het nog 1-2. Dan denk ik van, ongeveer zaterdag kennende, het verleden wel vaker, de rug weer gerecht. Komt misschien nog wel goed, maar geen enkele kans daarna bijna. Ja, niet veel, ja, wat schermutseling in de 16, maar niet echt uitgespeelde kansen. Ja, en wat moet ik daar verder over zeggen? We voetballen niet en we durven niet te voetballen. We liepen achteruit. We hebben voor mij geen enkel duel gewonnen vandaag. Alle tweede ballen waren voor SVN. We zochten de zijkanten niet. Ja, we bleven maar breed spelen in plaats van diep. Ja, dat meen je niet. Nou goed, 1-3 nederlaag. Je hebt natuurlijk al 12 punten. Maar het is wel een seizoen met vallen en opstaan. Ja, maar ja goed, dat is ook wel met vallen en opstaan. Dit is de derde thuisnederlaag. Nou, ik vind, als je gewoon je normale niveau haalt, dan hoef je in principe niet te verliezen van SVN. En niks ten nadele van SVN heeft vandaag gewoon verdiend gewonnen. Maar dan hoef je daar niet van te verliezen. Kijk nog even naar je selectie. Ik begon er eigenlijk even mee. Hele brede selectie. Maar als ik vandaag zie dat je een beroep moet doen met Kees en Kessies, Klaas van Nel, trouwens twee goede voetballers, die kunnen er prima bij hebben. Maar zijn geen spelers van de selectie. En dan denk ik van, dat gaat wel hard. Ja, dat gaat zeker hard. We hebben toch 3-4 jongens met een hele langdurige blessure. Roy Beeklaar die is ziek. Dennis Giesling die moest vandaag invallen met zijn werk. Danny van der Sleen die had donderdagavond nog getraind. Dat kon niet met zijn enkel. Ja, dan kom je toch al gauw op een man of 8-9 die je mist. Ja, en dan moet je weer schuimen. En dan ga je weer mensen op andere posities neerzetten. Ja, dan gaan alle vaste patronen die vervallen. Ja, langdurig gebaseerd en hoort Randy Balsara er ook bij? Ja, dat wordt wel na de winterstop. Dus en Herman Jan, dan heb je ook bij Stadenburg, die heeft helemaal nog niet gevoetbald dit seizoen. Ja, goed, we kunnen ons overal weer achter gaan verschuilen. Maar we moeten gewoon verder. En als je wilt winnen, zul je wel moeten werken. En niet alleen maar gaan verschuilen als het niet loopt. Nee, want voor de wedstrijd zei je ook duidelijk van, deze elf moet het ook kunnen. Ja, op papier wel. Ik zeg, we staan nog steeds, ondanks dat we veel jongens missen, stond er nog een goede selectie, nog een goede basis zelf. Dan heb je de Kevin erbij en Klaas. Nou, dan heb je nog een paar goede wedstrijden, dan heb je ook nog een sterke bank. Maar ja, je moet er wel wat voor doen. Nou, volgende week Fit Boys uit. Ja, ploeg staat niet hoog, maar we vandaag gezien, geen enkele ploeg is te onderschatten. Nee, zeker niet. Maar wat ik al eerder aangaf, als je niet je eigen niveau haalt, ja, dan kan je van elke tegenstander verliezen. Het is niet meer vierde klasse dat je van tevoren al weet van je gaat hem toch wel winnen. Maar met hoeveel, dat was altijd nog even afwachten. Maar nu zou je elke week 100% aan de bak moeten. En als je gewoon elke week 100% geeft voor je team, ja, dan kun je gewoon elke wedstrijd winnen. Maar als je maar denkt van ik kan vandaag wel op 70% of op 80% voetballen, ja, dan red je het niet.